Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. En vandaag heb ik een unboxing video voor jullie. Ik heb een pakketje ontvangen van mobielkoopjes.nl. En die ga ik dus in deze video met jullie uitpakken. Voor degenen die niet weten wat de website mobielkoopjes.nl verkoopt. Dat zijn dus onder andere telefoonhoesjes en accessoires. En ja, eigenlijk alles voor telefoons, volgens mij ook tablets. En ja, dat was wel heel erg leuk. Ik mocht van hun een hoesje uitzoeken. Die hebben ze mij dus toegestuurd. Nou, ik vind echt de verpakking echt al super goed. Want het is gewoon een heel makkelijk doosje wat gewoon in de brievenbus kan. Bij mij past die in de brievenbus. Super fijn. En ik ga hem nu even openmaken om jullie te laten zien wat erin zit. Ik heb al even een mesje erbij gepakt. Want ja, openmaken is niet echt mijn sterkste kant. En het zit natuurlijk goed vast. Wat logisch is. Nou, ik viel dit keer mee. Ik heb hem opengemaakt. Ah, super leuk. Ik had dit hoesje had ik gekozen. En het is echt super leuk. Want ze hebben er gewoon nog twee extra spulletjes bij gedaan. Ik ga even met dit hoesje beginnen. Omdat ik die dus had gekozen. Dat ga ik jullie even laten zien. Zoals je ziet zit elk product ook nog weer apart verpakt. En dat is super, super fijn. Want zo is het extra goed beschermd. Even uit het zakje halen. Nou, ik had dit hoesje gekozen met een poesje erop. Omdat ik hem super schattig vond. En het leek mij ook super handig. Want ik ben eigenlijk altijd mijn telefoon kwijt als ik hem in mijn tas heb zitten. Dan kan ik hem echt nooit terugvinden. En ik denk als ik nou een kleurrijk hoesje kies, dan ga ik hem zeker vinden. Wat me nu opvalt, is wat ik super handig vind, is dat er nog een extra zakje in zit. En ja, ik ga eventjes mijn telefoon erin steken, ook meteen. Hier zit wat piepschuim in. Dan zie ik hier ook gelijk een koordje. Dan ga ik even kijken waar ik die aan kan bevestigen. Deze zit in het tasje. Ik heb hem gelijk alweer in de knoop zitten. Ja. Ik ben ook echt super verkouden. Nou. Waarom heb ik hem nou in de knoop zitten? Ben ik zo slecht in de knoopjes uit te halen? Ja, hij is los. En ik denk dat je hem nog gewoon aan het... Oh, hier zit een heel klein lusje. En daar kun je hem dus aanhaken. Dus ik ga het even proberen of het mij lukt. En dan ziet het er. Nou, mij lukt het dus niet. Maar normaal zou je hem hier aan kunnen hangen. En dan kun je hem zo. Maar ik denk dat je hem ook wel aan het ritje kan hangen eventueel. Dit zakje is extra. Misschien handig om wat geld in te steken. En hierin kun je dus je telefoon stoppen. Nou, ik heb een iPhone 6. En die past er dan heel gemakkelijk. Oh, het deeg gaat aan de voorkant. Past die erin. Hij stond bij de iPhone 6, dus hij moet erin passen. Ja, hij zit er bijna in. Hij was er niet helemaal goed in. Hij stond bij de iPhone 6, dus ik dacht dat gaat wel zo passen. Maar nou ja, hij steekt een beetje uit, maar zo kan hij er op zich ook wel prima in. Het is eigenlijk meer een soort insteekzakje. Maar ik vond hem gewoon super schattig. Dus dat is deze. Dan ben ik super verrast dat ze er nog een hoesje bij in hebben gedaan. Dat is dit hoesje. Dit is een bruin mooi hoesje. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Het voelt een beetje als suède. Voelt echt super lekker. En ik ga mijn telefoon er eventjes in steken. Ik haal hem even uit dit hoesje. Ik ga hem even instoppen. Kijk, dan zit hij erin. Ik zal hem even
zal hem eventjes uitklikken. Dan zit hij er zo in. En dan kun je hem zo dicht doen. Super plat. Super handig. Je hebt gewoon de uitsparingen over. Voor je oortjes. Voor je oplader. Je kunt verder eigenlijk heel goed bij alle knoppen. Ook de uitsparingen voor de camera zijn prima. En ook nog eens super handig. Je kunt er nog pasjes bij insteken. Je kunt er hier gewoon nog een aantal pasjes in doen. En hier kun je ook nog wat insteken. Dat is super handig. Dus dat is wel echt... dat vind ik heel goed bedacht. Ik vind het echt een super mooi hoesje. Ik vind het echt super leuk. Want ik was echt... Ik ben echt heel erg verbaasd dat ze er, dat deze er nog extra in zat. Dus dat vind ik echt super leuk. Als laatste zit deze er nog in. Ik ga hem er gelijk uithalen. Dit zijn oortjes. En wat ik super leuk vind, is dat ze een rits hebben. Kijk, als je die oortjes... Je kunt hem gewoon uitritsen. En dan doe je je oortjes bijvoorbeeld zo even in. Dus even mijn oren steken. Zo. Blijf even zitten. Dan kun je hem gewoon omhoog ritsen. Superleuk. Wat ik ook... Ik ga ze even uitdoen, want het is heel ruim te praten zo. Er zit ook een microfoontje aan. Kun je hem aan en uitzetten. En dat is super handig. Er zit een... ik ga even het draadje eraf halen. Zodat je ook even kan zien hoe dat eruit ziet als je hem in je telefoon steekt. Er zit best wel een lang snoertje aan. En hij heeft een rechte onderkant. En daar ben ik echt dol op. Kijk. En dan zitten ze er nu in. Zitten ze nu in mijn telefoon. En dan kun je dus gewoon muziek luisteren. Super, super fijn. Staat heel duidelijk op welke rechts is en welke links. Dit is de rechter. Nou, dan zit natuurlijk automatisch de linker. Er zitten hier van die kapjes op. En normaal moet ik zeggen, ben ik daar helemaal niet zo weg van. Maar bij deze zitten ze echt super lekker. Ze zijn van heel prettig materiaal, waardoor ze eigenlijk heel goed in je oor ook blijven zitten. En dat zit echt super lekker. En ik vind het echt super fijn dat er ook een microfoontje bij zit. Dus mocht je een oproep binnenkrijgen, kun je hem altijd beantwoorden door eventjes op de on-knop te drukken. En dat is natuurlijk heel erg fijn, vind ik zelf. Ik vind het echt super leuk. Ik vind die oortjes met die rit sowieso, vond ik echt al heel erg lang geweldig. En ik had ze nooit gekocht en nu heb ik ze gekregen en ik vind ze echt super leuk. Dus eigenlijk kan ik wel stellen dat ze bij mobielkoopjes.nl gewoon hele leuke spullen verkopen voor je mobiele telefoon. Ik wil zeggen, als je op zoek bent naar een hoesje of accessoires, neem zeker even een kijkje op de website van mobielkoopjes.nl. Want ze hebben eigenlijk gewoon hele mooie producten. En de prijzen zijn ook zeker niet heel erg hoog. Dus zeker de moeite waard om even naar te kijken, zou ik zeggen. Ik wil mobielkoopjes.nl ook heel erg bedanken voor deze producten. Ik ben er echt super blij mee. Het zijn super fijne spullen. Dus heel erg bedankt. En jullie ga ik bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel erg snel weer. En tot de volgende keer. Doei!